Ja, hoe is het toch wel eens mogelijk dat we altijd weer opgezadeld worden, niet waar, met halve garen op ons te regeren? Hè? Hoe komt dat nou toch? Hè? Het leek in China, leek dat we allemaal, het leek de redelijkheid zelf gedurende enige tijd. Krijg die Xi Jinping opgediend. Hè? In Rusland, oh, hoe vaak hebben we in Rusland niet gedacht, nu eindelijk gaat het de goede kant op en het gaat altijd weer fout. Het wordt altijd weer een onaangename nationalistische semi-fascistoïde politiestaat. Dat is toch ontzettend droevig eigenlijk. Heeft China het zo fantastisch gedaan sinds 1979? En ja, wat mij betreft gooien ze te grabbel wat ze gerealiseerd hebben. Het verlossen, kunt u mij horen? Amerika investeert 273 miljard euro omgerekend in chips en Europa 11 miljard euro. Dat zijn de cijfers van dit moment. Veel vragen van luisteraars daarover in relatie tot het conflict in Taiwan. Want daar hangt ook mee samen dat Amerika en Europa nu hebben gezegd, we gaan die productie van die chips, dat gaan we zelf doen. We willen dat niet meer met China. Nou, het probleem is dat je, dat geldt niet alleen voor chips natuurlijk, maar op een aantal punten blijkt die volledige afhankelijkheid van productiecentra elders in de wereld, blijkt een vervelende handicap te zijn. Dat geldt ook natuurlijk ten aanzien van Poetin voor de leverantie van energie. Niet iets wat de Russen trouwens zelf maken, maar wat uit de bodem omhoog komt borrelen. In die zin wel verschillend van de chips en andere zaken waar we het over zouden kunnen hebben. Ja, daar hebben ze groot gelijk. En zowel China onder Xi Jinping is ja, misschien minder onbetrouwbaar een half gaar dan Rusland, maar het neemt niet weg dat je er niet, dat het gedrag van dat regime zodanig is, denk ook aan Hongkong, waar ze alles wat ze beloofd hadden met voeten hebben getreden, ja, dat je ze niet kunt vertrouwen. En dat kan natuurlijk in tijden van nood en crisis, kan dat heel vervelende gevolgen hebben. Nou is dat wat die chips betreft niet eens zo erg, want dat gaat vooral over Taiwan. In Taiwan is een bedrijf gevestigd, dat heet volgens mij TMC. En dat is de belangrijkste chipproducent ter wereld. Ja. In Nederland is de belangrijkste chipmachine, of althans een machine die chips kan maken, die staat nou toevallig in Nederland. Het is waar natuurlijk dat we ook op dat punt in Europa en daar zouden moeten streven. Maar dat zo moeilijk lijkt mij dat eerlijk gezegd niet. Kijk, waarom hebben we daar relatief weinig in gestoken in de afgelopen 10 jaar? Een eenvoudige reden dat iemand anders het deed en het goed deed. En dat is dat TMC-bedrijf. En vooral ook natuurlijk omdat dat Intel het lelijk heeft laten liggen in de afgelopen 10 jaar. Die moeten nu weer boven Jan zien te komen. Maar ja, het zou verstandig zijn als wij ons op, of geldt dat niet voor alle chips, maar er zijn chips die wel van strategische betekenis zijn. En daar zijn we iets aan moeten doen. Ja. Maar kijk, iedereen die medicijnen gebruikt, die weet dat bijvoorbeeld de levering van medicijnen, dat dat een aanhoudend probleem is. Het is of ze zijn niet leverbaar, of je krijgt weer een andere variant van hetzelfde middel, maar dan door een andere fabrikant. En hoe komt dat? Omdat die productieketens van medicijnen, die zijn ook afhankelijk van China en van India. En in India wordt geloof ik de netheid van de fabrieken nogal eens afgekeurd en dan zit je met een probleem. Dus daar zou ik ook zeggen dat de farmaceutische industrie, of dat, laten we zeggen, de manier waarop prijzen bepaald worden in die sector, dat je moet zeggen, nou, we moeten ons voor het geval dat, moeten we ons onafhankelijk maken op het punt van levering van geneesmiddelen. En dat kunnen wij in Europa prima aan. Ik bedoel, er wordt altijd gedaan dat Europa achterlijk is, maar dat is natuurlijk flauwekul de eerste klas. Het Europese industriële systeem is precies even modern als het Chinese of het Amerikaanse, sterker nog, een reeks van producten die wij beter kunnen maken dan de Chinezen of de Amerikanen. Ja. En dat minder afhankelijk zijn, geldt dus ook voor de chips. Ja, dat zou handig zijn. Maar goed, we hebben dus de grootste en modernste en meest technologisch vernieuwende chipmachinefabrikant staat in Nederland. Dus ik zeg, geef dat een verlengstuk in de vorm van een bedrijf wat die chips die ze geleverd krijgen ook veranderen in werkzame chips,
in dingen die je gebruiken kunt. Ja, want het probleem is dat we ook overal chips. Er zit ook in de ijskast een chip en in de wasmachine zit een chip. En de satellieten, en vliegtuigen. En al die auto's zitten vol met chips. Ja. Gaan ze maar door. Ja. Dus het is wel zo. Ja, dus de leveranciers, we hadden allemaal wereldwijde productieketens. En dan moet je zeggen dat een aantal leveranciers, ja, vind ik op een enigszins stomzinnige wijze duidelijk hebben gemaakt dat ze absoluut niet te vertrouwen zijn als het puntje bij paaltje komt. En China vindt klaarblijkelijk zijn industriële en economische toekomst minder gewichtig dan dat gezeik over Taiwan, waar ik niets van begrijp. Maar het komt dat ik begreep van Poetin ook al niks. Ja, ik ben nog steeds vast van mening dat Poetin natuurlijk door deze onzinnige poging om de Oekraïne te veroveren, ja, dat hem dat op lange termijn Rusland enorme schade toebrengt. Het wordt dan maar gezegd dat die sancties niet werken, maar die sancties die werken prima. Alleen merk je dat pas op wat langere termijn. En ja, die Xi Jinping, dat is natuurlijk. Het leek in China eigenlijk redelijk te gaan. Hè. Of dat nou komt dat die partij toch bang was dat ze hun greep zouden verliezen op die snel moderniserende economie, ik zou dat niet precies weten. Maar feit is natuurlijk dat het zich in een hele onaangename, extreem totalitaire richting ontwikkelt. En dus dat je daar rekening mee moet houden. Dat ze blijkbaar uiteindelijk belangrijker vinden om Taiwan te veroveren. En nou moet je weten, de economie van China en Taiwan is intens complex vervlochten. Het is niet zo dat vijandige systemen zijn, maar direct onder de oppervlakte zijn dat in allerlei opzichten dezelfde producten. Dezelfde economische systeem. Nou ja, alleen Taiwan is na al heel veel moeite en een hele langdurige ontwikkeling een democratische staat geworden. Dat waren ze ook niet, maar dat zijn ze geworden. Ja, en China ontwikkelt zich precies de andere kant op. Rusland idem dito. Ja, maar de Chinezen vinden wel Taiwanese chipsproducenten interessant, want ze hebben dat zelf natuurlijk niet op die schaal in huis. Nee, maar dat kunnen ze als je er maar genoeg geld in steekt. En dan moeten ze dat in principe kunnen ontwikkelen. Maar het is allemaal namaak. Hè? Alles wat ze veel in huis hebben is Amerikaans. Ja, dat is niet zo erg. Je moet altijd beginnen met namaak. Hè, eerst maak je het na en dan tenslotte leer je hoe je dat doen moet. En dan, dus in Japan zijn ook begonnen met namaak, toch? Wie hadden de beste camera's ter wereld? Dat waren de Duitsers, hè? Voigtländer, Leica, Zeiss, allemaal. Ook zowel de lenzen als de fototoestellen. Rolleiflex, Rollei. Ja, en wat is daarmee gebeurd met de Duitsers? Ja, die bestaan nog wel, die merken. Maar in feite zijn ze natuurlijk door een soort van Japanse tsunami onder de voet gelopen. Hè? Of wat dacht je van de eerste Japanse motorfietsen? Daar werd ook gezellig om gelachen door motorfietsdeskundigen. Want ja, motorfiets was Engels. Ja, Norton en Matchless, BSA, nou, dat je al niet meer. Niets, er bestaat niets meer van. Het is allemaal compleet verdwenen door de Japanse motorindustrie, die gewoon betere motoren leverde. Ja. Maar kijken we nu niet naar een oorlog om chips? Want er wordt wel eens gezegd, wie de beste chips heeft, kan de productiviteit in eigen land het beste organiseren. En is dus dat zou ik niet al te serieus nemen, dit soort van verhalen. Ja, je kan wel eens tijdelijk achterlopen, maar dan kun je ook, als je je inspant, kun je ook weer op hetzelfde niveau terugkomen. Ja. Europa heeft een hele complexe, op allerlei niveaus, heel goed werkende industrie. En denk aan de Duitsers. Ja. Kijk, die missen ook wel eens een bootje, neem een elektrische auto, maar dat is wel wat te compenseren tenslotte. Ja. Hoe kijk je naar het bezoek van Pelosi, wat we hebben gezien? Tweeslachtig. Dus ik heb daar een emotioneel standpunt. Dat ik denk, kloot Chinezen. Hè. Dat gezeik. Eerst dat je Hongkong kapot maken. Wat een ondankbare honden. Ze hebben ontzettend veel aan Hongkong te danken. Hè, dan, het wordt dus tenslotte weer Chinees. Er wordt een verdrag gesloten. En je houdt je op geen enkele wijze aan je gedragsverplichtingen. En je reduceert Hongkong tot een afhankelijk stukje van China in feite, met alle gevolgen van dien. Idem dito dat Taiwan. Hè. Ik bedoel, ja, dat is al heel lang, is dat niet meer in Chinese handen. Het geeft hen dat soort traditioneel recht op. Ja, hebben de Italianen nog recht op de restanten van het Romeinse Rijk? Nou, nee.
is een beetje een extreem voorbeeld, maar het is ook allemaal zo. Het is dat onbegrijpelijke, alles verterende, ellendige nationalisme, wat door die landen natuurlijk wel bewust gebruikt wordt om zichzelf in het zadel te houden. Maar waarom willen ze Taiwan hebben? Ja, kijk, omdat de Chinezen een hele mythologie hebben, voor zover ik dat weet. Een hele mythologie hebben dat zij vernederd zijn. Of ooit waren ze het Rijk van het Midden, het belangrijkste land ter wereld, waar wel wat in zit overigens. Maar ja, ze hebben de boot gemist met de industriële revolutie. Die deed zich voor in een piepklein land in West-Europa, namelijk in Engeland. Piepklein vergeleken met China. De Chinese economie was in 1800 nog verreweg de grootste economie ter wereld. Daar bestaat helemaal geen twijfel over. En, nou ja, nu zijn ze dan, wordt nooit helemaal duidelijk die cijfers, maar ook weer een van de drie grootste economieën ter wereld. Hè. Dat is de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. Die samen ongeveer de helft van de wereldeconomie uitmaken. De andere helft van de wereldeconomie, dat is de hele rest van de wereld. He, dus ook in die zin kun je zelfs de hele grote, drie hele grote economieën, zijn uiteindelijk niet meer dan 1/6 deel van de wereldeconomie. He, dus ja, ook daar het idee dat zij een hele dominante, onaangename rol zouden kunnen spelen. Ik weet niet of ze daar ook niet van een koude kermis thuis zouden kunnen komen. Maar goed, zo heeft China zich ontwikkeld en zij voelen zich vernederd door wat in de 19e eeuw gebeurd is natuurlijk. En zij voelen zich gekwetst. Er stond ook een heel leuk stukje ergens, ben nou vergeten waar, over Hongarije in de krant. De Hongaren voelen zich ook altijd vernederd en gekwetst en iedereen heeft alles tegen de Hongaren. Iedereen is altijd tegen de Hongaren. Zorg dat je niet, of de Serven hebben ook zo'n mythologie. He, die lullen nog over de slag op het Merelveld ergens in de middeleeuwen. He, ook iedereen moet altijd de Serven hebben, denken de Serven. Ja, en dat gevoel van verongelijkheid, dat is bij de Chinezen heel sterk, omdat ze eigenlijk vinden dat zij het belangrijkste land ter wereld zijn. En dat zij kwalijk behandeld zijn in de 19e eeuw door de Europese koloniale mogendheden, waar ze groot gelijk in hebben. Ja, je kunt wel aan het zeiken blijven natuurlijk. Hè. We hebben het al eens eerder over gehad. Moeten wij nog reparatiebetalingen eisen in Rome, omdat de Romeinen hier het zuidelijk deel van het land ooit veroverd hebben? Ja, het lijkt wel op als China inderdaad een stap zet richting Taiwan, in tegenstelling tot wat in Hongkong is gebeurd. Nou, zie ik dat ook. Sorry hoor, ik ben natuurlijk een hele slechte voorspeller. Ja. Maar ik zie dat voorlopig helemaal niet gebeuren. Nee. Die risico's die zijn enorm, lijkt mij. Maar Amerika gaat dan wel iets doen als de Chinezen dat gaan doen. Ze zeggen van wel. Ja. Joe Biden heeft gezegd van wel, dat vinden andere mensen in Amerika weer niet verstandig. Omdat je natuurlijk toch verplichtingen creëert. En als je je dan tenslotte niet houdt aan je beloftes, in het geval dat de Chinezen wel Taiwan veroveren, ja, dan sta je natuurlijk wel te kijken. Maar goed, de evidente intentie van de Amerikanen is om hun invloed in de Pacific of in Oost-Azië te beperken tot de eilanden die langs de kust liggen. Dus nou ja, dat is dan natuurlijk Japan. Japan wordt altijd vergeten. Maar Japan is natuurlijk een grote speler op wereld, ook op het wereldtoneel, als economische macht. Als ze nou geen zin hebben om een militaire macht te worden, dat kun je ook wel weer begrijpen. Nou ja, dan kan je die eilandengroep gaat zo naar beneden, Okinawa. Nu hadden de Chinezen ook al zitten kloten bij Okinawa, begreep ik. En dan heb je Formosa, dan heb je de Filipijnen enzovoort. Dus ja, overigens zeiden ze dat al in de jaren 40. Vandaar dat iedereen enorm verbaasd waren dat ze toch geïnterveneerd hebben in de Koreaanse oorlog. Dus ja, ook daar geldt, je kunt van alles zeggen, alles wat ik nu over Amerika heb gezegd, gaat eigenlijk uit van dat er sprake zal zijn van continuïteit van het Amerikaanse strategische beleid in de wereld. Namelijk dat zij besluiten om de dominante mogendheid te blijven die ze sinds de Tweede Wereldoorlog waren. En waar wij enorm van geprofiteerd hebben, want wij zijn natuurlijk wel een beetje freeriders geweest op het Amerikaanse systeem. Waarmee ik overigens helemaal niet wil zeggen dat alles wat de Amerikanen hebben gedaan in die lange, lange periode, dat het ook erg verstandig is geweest. Nee, dat was natuurlijk in feite niet zo. Denk aan al hun interventies die eigenlijk, nou, misschien uitgezonderd is uit de Koreaanse, maar totaal mislukt zijn en de meest gruwelijke negatieve effecten hebben gehad.
Maar dat weten we helemaal niet. We worden door het Trumpiaanse gezwel bedreigd. En hoe dat precies gaat uitpakken. Je leest nu wel her en der dat het misschien niet zo ontzettend zeker is dat Trump in 24 moeiteloos herkozen zal worden. Nou ja, dat moeten we afwachten. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat die rol van Amerika die het zo lang gespeeld heeft, die internationale rol, nou ja, dat die rafeling vertoont. Dat je daar ook, dat je daar ook niet op kunt bouwen. En dat betekent natuurlijk dat de Europese Unie zijn eigen broek op moet houden. Je kunt dat negatief en positief zien natuurlijk. En zeggen, oeh, wat erg. En de Europese Unie en ook maar een zootje. We hebben altijd ruzie met elkaar. Laten ze gringeloren door die gek in Boedapest en dat soort van dingen. En je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, nou ja, als je kijkt hoe de Europese Unie gereageerd heeft in de afgelopen jaren. Hoe überhaupt de Europese Unie natuurlijk door het einde van de Koude Oorlog een wereldspeler is geworden, namelijk twee keer zo groot. En in allerlei opzichten, ja, eigenlijk het enige serieuze ordenende principe in Europa, wat natuurlijk traditioneel een zootje is. Dan kun je ook zeggen dat doordat Poetin, niet waar, die kapitale blunder heeft begaan om te proberen de Oekraïne te veroveren, misschien ook doordat andere naties zich onbetrouwbaar opstellen, is de EU wel gedwongen om zich te manifesteren als nog meer dan wat het nu is. Ja. Dat juist een bedreiging van buiten, het zij zeer nabij van Rusland, maar misschien op lange termijn van afwezigheid van de Verenigde Staten of van een conflict Verenigde Staten-China, dat voor ons als Europese Unie een gelegenheid zal zijn om ons, laten we zeggen, nog meer te manifesteren als de wonderbaarlijke eenheid die het eigenlijk is. Ondanks zulke vervelende lui als Viktor Orbán en zo. Ja, en die militairen. Ja, daar moet je ook niet overschatten. Natuurlijk, Hongarije is een piepklein klotenlandje. Ik weet niet, ik geloof dat Hongarije nog geen 10 miljoen inwoners heeft. Dus we moeten het niet overdrijven. Nee. En die militaire oefeningen, is die nog gevaarlijk in een bepaald opzicht die nu aan de gang is? Je bedoelt in de Oekraïne? Nee, in China natuurlijk, vanwege het bezoek van Pelosi. Nee joh, dat is gewoon, ja, ik dacht toch zonde van het geld. Ze hebben allemaal raketten in zee geschoten. Ja, daar ben ik nou niet zo van onder de indruk, dat kan iedereen. Ze oefenen een aanval. Dan zouden wij samen ook kunnen doen, een raket in zee schieten, hè? Nee, dat was, ja, dat is vertoon. Dat is, maar goed, dat kan natuurlijk. Dat is vlagvertoon, dat is de Tilburgse kermis. Dat nee, het veroveren van Taiwan zal, als we het ooit gaan doen, zal dat een stevige klus zijn. Ja, maar er is wel eens in het verleden is natuurlijk ook zo'n oefening is wel eens geëscaleerd. Omdat er iets misging of een raket komt net verkeerd terecht. Nou, dan moet je mij eens vertellen waar een oefening. De aanval van Duitsland op Polen was geen oefening die verkeerd ging. Amerika is betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, omdat de Japanners aangevallen hebben bij Pearl Harbor. En omdat Hitler toen zo ongelooflijk blij was dat de Japanners Amerika hadden aangevallen. Omdat hij dacht, geheel onterecht, dat Amerika dan niet direct zich op Europa zou richten, maar dus op het Pacific gebied. En toen heeft Hitler Amerika de oorlog verklaard. Ik kan je verzekeren dat ze in het Oval Office toen een gejuich hebben aangeheven. Want toen was het Roosevelt af met van dat probleem van hoe kom ik in oorlog? Want hij wou wel oorlog voeren. Maar ja, de stemming in Amerika was daar helemaal niet naar. Maar wat is dan het verhaal over die personenboot die toen een keer geraakt is? Nou, ik weet, er zijn allerlei incidenten geweest. Waar de Amerikanen ook wel een beetje op incidenten aanstuurden. Want dan hoopte Roosevelt dat een casus belli zou kunnen worden. Maar nogmaals, Amerika is in oorlog geraakt omdat Hitler, ik geloof op 11 december, ik weet niet precies, 41, Amerika de oorlog heeft verklaard. Hartstikke stom. Ja, en in de Eerste Wereldoorlog? Ja, dat ligt heel anders. Dat heeft dus te maken met de onbeperkte duikbootoorlog. Daar hadden de Duitsers al eens Amerikaanse schepen getorpedeerd. Of zelfs Engelse schepen met Amerikanen aan boord. Dat vonden. En dat toen hebben de Amerikanen, in dit geval president Wilson, gezegd, als zij die onbeperkte duikbootoorlog starten, dan is dat voor ons een reden om aan de oorlog deel te gaan nemen. Dus dat is meer jouw verhaal. Ja, precies. Dus
Meer de Eerste dan de Tweede Wereldoorlog. Precies. Even kijken, het stukje van Laura Staring in het NRC, heb je dat nog gezien? Ja, dat heb ik gezien. De incompetente en gewetenloze Russische top sleept het eigen land mee in de afgrond. Ja, dat lijkt mij een heel juiste analyse van Laura Staring. Ja, en er wordt ook nog wel eens gesproken over een tribunaal dat er moet komen voor de misdaden die daar in Oekraïne plaatsvinden. Ja, dat komt er natuurlijk niet, dat weet iedereen. Dus laten we het daar nou maar verder niet over hebben. Dus de grootste boeven, die worden nooit gestraft in de wereldgeschiedenis. Worden op een andere manier gestraft, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat zie ik nou niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Want je ziet dat elke keer, als dan de Oekraïners het over tribunalen hebben, dan beginnen de Russen ook meteen met een tribunaal. Ik bedoel, je kunt wel aan tribunalen blijven. Maar ongelukkig, je kunt je veel beter afvragen, overigens ook een... Nu ik het mezelf afvraag, zie ik al wat een zinloze vraag het eigenlijk is. Ja, hoe is het toch gods mogelijk dat we altijd weer opgezadeld worden, niet waar, met halve garen op ons te regeren? Hè? Hoe komt dat nou toch? Hè? In China leek de redelijkheid zelf gedurende enige tijd. Krijg die Xi Jinping opgediend. Hè? In Rusland, hoe vaak hebben we in Rusland niet gedacht, nu eindelijk gaat het de goede kant op en het gaat altijd weer fout. Het wordt altijd weer een onaangename nationalistische semi-fascistoïde politiestaat. Dat is toch ontzettend droevig eigenlijk. Heeft China het zo fantastisch gedaan sinds 1979. En wat mij betreft gooien ze te grabbel wat ze gerealiseerd hebben. Zij die Xi Jinping opgediend. Hè? Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.